Cyclowielencafé wordt mede mogelijk gemaakt door SaniDirect en Speed on Wheels. Kijk eens hoe we er prachtig bij zitten hier in deze gloednieuwe studio in het Cyclowielencafé. En een nieuw wielerprogramma. Want ja jongens, dat is er natuurlijk verder helemaal niet in Nederland. En we gaan hopelijk alle wielrenliefhebbers in Nederland nu eens echt bedienen door wekelijks over het wielrennen te praten. En daarvoor gaan we gasten uitnodigen, hele bekende Nederlandse wielerlegendes. En gaan we lekker meer dan een half uur praten over die mooie wielersport. Dit is het Cyclo Wielencafé. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom dus bij deze eerste uitzending van het Cyclo Wieler Café. Vanaf nu iedere maandag meer dan een half uur praten over de wielersport. Maar we zijn er nu ter introductie, daags voor de start van de Tour de France. Want op zaterdag 1 juli start de 110e editie van de Tour in het Baskeland. In Bilbao gaat het allemaal gebeuren, het Grand Départ. Daar gaan we nu uitgebreid op vooruitblikken met de twee mannen die nogal wat tours achter de wielen hebben. Nicky Terpstra en Erik Breukink. Mannen, welkom. Dank je. Bij deze eerste uitzending. Dus het is heugelijk allemaal. Er is bier voor jullie, er is water. We hebben hapjes, die zijn vers, kan ik beloven. Die staan hier echt lekker. Als net. Dus tas vooral toe. Kijken of we het bordje leeg kunnen eten. Zijn van de uitzending. Dat zou ik wel knap vinden als je dat lukt. Hoe is het om prof wielrenner af te zijn? Fijn, ja. Wat doe je zoal? Ik ben druk bezig met de voorbereidingen voor gravelwedstrijden. Ik ga veel gravelwedstrijden rijden. Begin van het seizoen heb ik gemist door een knieblessure, helaas. Maar er staan nog hele leuke wedstrijden op het programma. Dus ik ben weer in training. Dus je zit bij wijze van spreken gewoon iedere dag nog op de fiets? Bijna wel, ja. Het is natuurlijk niet zo intensief als toen ik wegprof was. Nee. En in de hoogste league reed. Maar ik fiets nog heel veel. En ik vind fietsen gewoon heel leuk. En deze avonturen erbij zijn tof om te doen. Ja, maar mis je het vak van professioneel wielrenner wel eens? Nee. Ik heb het jaren met veel plezier gedaan. Het was ook super zwaar. En het is gewoon een mooie periode geweest. Maar het is afgesloten. Minder dan dat. Wat ik misschien zou missen is gewoon wel serieuze finales om mooie overwinningen te strijden. Dat zou kunnen missen, maar goed, dat deed ik de laatste jaar toch niet meer. Dus dat maakt ook niet uit. Ga je die kick, denk je, dan wel terugvinden op het gravel? Het is wel de bedoeling, ja. Wat is koersen op gravel? Wat maakt dat leuk? Je bent een beetje meer op jezelf aangewezen. Dus je moet alles zelf fixen. Als je materiaal pech hebt, moet je het zelf fixen. Ik zit niet in een ploeg, ik ben gewoon een eenmansploeg. Ik heb mijn eigen sponsors. En ik moet alles zelf regelen. En dat is ook wel leuk. Ja. Het was natuurlijk heerlijk als prof dat alles voor je geregeld wordt. En dat deed je ook nodig op het hoogste niveau. Maar dit is weer een andere discipline. Ja. En zelf dingen regelen. En dat is ook, dat is ook wel leuk. Is eigenlijk wat voor jou, Erik? Op gravel fietsen? Nou, toen ik stopte bestond dat niet. Nee. Dus stoppen en dan ook even tijd de fiets niet aanraken. En nu zie je de hele generatie, nemen dan wel afscheid van het wegwielrennen, maar gaan dan gravel rijden. Ja, Valverde is een mooi voorbeeld. Ja. Die doet het echt heel serieus. Laurens ten Dam dan, die ken je natuurlijk ook. Het is een leuke discipline. Ik denk dat het een beetje avontuurlijk is en ik denk niet zo serieus als het weg wil rennen. Nee, het is echt een totaal andere discipline. Hobbyisme. Je ziet vooral de renners die na een profcarrière op de weg doorgaan. Dat zijn echt de liefhebbers van het fietsen vooral. En sommigen zijn die jaren zo zat dat ze die fiets even niet meer aanraken. Ja, dat is een keuze. Ja, precies. Hoe vaak zit jij nog zelf op de fiets eigenlijk? Ja, ik ben eigenlijk wel weer meer gaan fietsen, maar ik ben er wel een paar generaties tussen hem en mij. Bijna twee, denk ik. Dus, maar ik fiets nu wel regelmatig, 3-4 keer per week gewoon op de weg fietsen. Dus niet zozeer het gravelen, maar je kunt ook mooie routes krijgen op de weg. Dus, natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, in Nederland kunnen we bijna niet gravelen. Dus, maar waar moet je wel naartoe
Wat zijn lekkere gravelpaden? Voor oorsprong komt het wel uit Amerika. En daar hebben ze bijna meer gravelwegen dan normale wegen. Ja. Dus, maar goed, je kan ook vanaf daar rennen. Daar kan je allemaal gewoon losgaan. En zeker in de Alpen en alles. Goed jongens, dan weten we een beetje hoe het met jullie gaat. En wat jullie nu nog allemaal met de fiets doen dan wel hebben. Ik zei het al, we gaan het uitgebreid hebben over de start van de Tour. Zaterdag 1 juli in Bilbao. Ik zag Erik, er komen 70 beklimmingen deze Tour de France. Dat is behoorlijk veel. Mm. Ik denk dat dat een moment is als je dat leest dat je denkt, het is wel fijn om wielrenner af te zijn. Ja. Voor mij wel. Ja. 70 beklimmingen. Ja, ik weet niet of dat veel is. Ja, het is meer dan normaal. Alleen kijk, er zit natuurlijk ook meer... Volgens mij gaat niet het boek en dan de aantal beklimmingen tellen. Ik denk dat ze beginnen gewoon bij dag 1 en zien... per dag leven, dat is een grote ronde belangrijk, denk ik. Niet te ver vooruit kijken. Niet bezig zijn met over 2 weken krijgen we dat. Nee. Iedere dag kan er weer iets geks gebeuren in de Tour. En zo zitten de renners er ook in. Maar laten we dan bij het begin beginnen. Het Grand Départ dus in Bilbao, in Baskeland. Jij hebt dat ook meegemaakt in 91? 92, ja. In San Sebastián. Dat is natuurlijk een beetje vergelijkbaar gebied. Ja. Wat staat die renners van nu het weekeinde te wachten? Pittige start. Meestal zie je een vlakke rit of een proloog. Maar nu is het echt de eerste rit is van dat drieluik in Baskeland de lastigste. Veel hoogtemeters. We gaan dus ook niet sprinten waarschijnlijk om de dagzegen. Boven de 3000 hoogtemeters. Dus ja, dan gaan de sprinters... De echte sprinters gaan we niet zien. Maar ja, we hebben ook nog Van Aert, van de Poel. Dat zijn ook halve sprinters. Mooi aan deze etappe is... Of het gaat de laatste klim helemaal uit elkaar, of gaat er toch nog een groepje overheen. Ja. En dat maakt het wel spannend. Komen renners, of weet je, Van Aert, Van der Poel, Girmay, komen die er overheen of niet? Of is het echt een etappe voor Pogacar, Vingegaard, Alaphilippe? Ja. En dat maakt het ook wel spannend natuurlijk. Maar wat vinden jullie van het idee dat we dus de eerste dagen niet naar sprintetappes gaan kijken? Is dat verfrissend of... Nou ja, sowieso eerst was het natuurlijk altijd de proloog. Dat vond ik wel iets goeds, want dan heb je al een beetje spreiding in het klassement. En een eerste etappe sprint is toch wel... daar staat er wel veel op het spel voor iedereen. En dan zie je toch dat het ietsje gevaarlijker wordt. Dus ik vind het mooi dat het met zo'n etappe begint. Dat er toch wel een beetje rek erop zit. Op een gegeven moment gaan we natuurlijk wel sprinten. Dat zal naar verwachting dan zo bij etappe 3 zijn, richting Bayonne. Als de Tour ook echt Frankrijk gaat betreden. Dan kijken wij vanuit het Nederlands perspectief natuurlijk naar Dylan Groenewegen en Fabio Jacobsen. De twee beste sprinters van Nederland. Misschien wel van de wereld, vraagteken. In hoeverre verschillen ze van elkaar eigenlijk, die twee? Ja, het zijn verschillende persoonlijkheden. Dat sowieso, maar sowieso, op de fiets. Maar ze kunnen elkaar allebei kloppen. De ene keer, het hangt een beetje hoe ze uitkomen. De ene keer wint Jacobsen, de andere keer wint Groenewegen. Qua snelheid doen ze niet zoveel voor elkaar om. Volgens mij alle sprinters niet. Philipsen kun je ook noemen, de Belg. Misschien nog een paar die zitten. Het is heel dicht bij elkaar. Het zijn ook echt twee sprinters die echt op kracht sprinten. Die niet echt van die intrinsieke snelheid zoals Cavendish hebben. Echt dat explosieve, pure snelheid. En Fabio en... En Dylan, die zijn echt krachtpatsers die zware platen onwijs snel kunnen weg. Met wie heb jij meer van die twee? Fabio, ja. Het eerste jaar bij Quickstep heb ik hem meegemaakt. Ja. En dat is mooi om te zien hoe hij is uitgegroeid tot best sprinter ter wereld bijna. En ook indachtig waar hij vandaan komt. Als je daar dan, dat maakt het helemaal bijzonder. Dat maakt het eigenlijk bijzonder krankzinnig, denk ik wel. Ja. Eens als ik hem zie, denk ik, hoe is het... Hoe is het mogelijk dat je dat meemaakt en gewoon alweer toer-etappes kunt winnen? Dan weer durft. En durft. Ja. Dat had hij snel, misschien de eerste koers was hij een beetje banger. Maar op een gegeven moment vergeten die sprinters dat toch weer. En dan gooien ze zich er weer vol in. Ja. Kan ook niet anders. Als sprinter moet je er vol in durven gooien. Ja, je noemt daar ook Cavendish. Gewoon even super brutaal zijn natuurlijk. Want het is eigenlijk dat hij vorig jaar natuurlijk toer-etappe gewonnen. Ja. En toen, toen was het een beetje van, oké, ik heb mijn toer-etappe. Toen werd hij ietsje milder. En je ziet toch dat hij eigenlijk in aanloop van deze Tour weer echt alle supporten heeft. En in de Ronde van België 2 etappes heeft gewonnen. Echt weer met die killersmentaliteit. En ik hoop echt dat ik dat terug kan zien in de Tour. Dat zou mooi zijn. Je noemt trouwens net heel eventjes Cavendish in een bijzin. Zou hij in staat zijn om zijn 35e etappezege te pakken, deze Tour?
Of is het met meneer Cavendish wel een beetje klaar? Nou, ik durf niet te zeggen dat het klaar is. Want in de Giro dacht je ook van, hij komt er nooit aan te passen en wint de laatste rit. Ja, hij moet een beetje meezitten met hem. Hij moet goed gebracht worden. Ik denk, vroeger had hij natuurlijk altijd een super lead-out. En Mark Renshaw heeft hij gehad, Morkov. Nu heeft hij Kees Bol. Ja, goed, die moet dan een keer echt goed zijn werk. Ja, kampioenen moet je nooit afschrijven. Cavendish niet. Die hadden we eigenlijk 3 jaar terug al afgeschreven. En toen won hij opeens 4 etappes volgens mij. En in de Giro heeft hij ook al gewoon weer de laatste etappe gewonnen. Dus hij heeft nu, zat hij er eigenlijk beter voor als toen hij 4 etappes in de Groene Trui won. Ja. Dus nee, je moet het niet afschrijven. Hij moet het nog niet afschrijven. En Sagan dan, ik bedoel ook zo'n veteraan. Ik voel me wel even af, als we dadelijk gaan sprinten, is hij dan wel nuchter, denk je? Nee. Een beetje flauw. Beetje flauw? Ja, een beetje flauw. Dat was volgens mij in mei, dat was een beetje na de klassieker. Ja, met die scooter in zijn woonplaats in Monte Carlo is inderdaad een beetje donkermanschap, feestje gehad. Feestje, maar wel voor beboet uiteindelijk. Ja. Spijt betuigd ook. Nou, prima, oké. Hij heeft een beetje gehad met het wielrennen. Het is ook 32 jaar, is hij volgens mij het laatste jaar. Dus hij is niet zo'n man die tot zijn 40ste doorgaat. Nee, zo oud is dat niet. Dus, maar hij is wel heel jong, was hij goed. Ja. En 7 keer de Groene Trui gewonnen, dat is ook wel bizar. Ja, 12 etappes gewonnen. Ja. Dit gaat wel zijn laatste Tour worden, heeft hij gezegd. Ik zou hem wel mooi vinden als hij er eentje pakt. Maar kijk, hij was sowieso in de sprint natuurlijk altijd wel goed als het dan echt een pittige etappe was geweest. En als het echt een... Weet je wat hij nu heeft? Dan krijgt die man als Van Aert en Van der Poel tegen zich. Ja, tuurlijk. Het gaat heel moeilijk worden. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar... Ja, dat wordt heel lastig. Ja, nou, we gaan het zien. Die sprinters, waarschijnlijk dus vanaf etappe nummer 3. Daarvoor dus gewoon hele zware etappes in het Baskenland. Hoe beoordelen jullie verder dat parcours van deze 2023 editie van de Tour? Wat voor indruk maakt het? Nou ja, goed. Ze starten met een lastige ritten. Dus dat is al bijzonder. En dan gaan ze heel snel de Pyreneeën in. Dat is dan ook alweer in de eerste week. Dus de klassementsrenners moeten vanaf het begin er staan. En het gaat er een beetje op afhangen. Gaan ze elkaar in het begin meteen bestoken of is het allemaal toch afwachtend? Daar gaat het van afhangen. En vaak is een Pogacar toch wel leidend daarin. Als hij zich goed voelt, dan valt hij aan. En dan wacht hij niet tot de laatste week. Dus er is een beetje hoop op dat. Ja, want elke week zijn er wel zware etappes. Het is niet zo dat er in één week alles geconcentreerd is. Nee. Bijvoorbeeld de laatste week. Dus je moet er ook echt zorgen dat je al die 3 weken goed bent. Je kan niet rustig aan beginnen of alleen in het begin goed zijn. Je moet echt... Je moet 3 weken knallen. Al die etappes moet je in orde zijn. En het is natuurlijk de vraag, krijgen we in het begin al grote verschillen of niet? Natuurlijk zou het voor het publiek leuk zijn als het dichter bij elkaar blijft. Maar het kan ook zomaar zijn dat na 1 week dat top 5 al helemaal gezet dat is. Pas staat. Ja. Maar jij zegt 3 weken lang moet je volledig gefocust zijn. Je kunt eigenlijk in die zin geen enkele dag eens even rustiger aandoen. Sowieso niet. Nee, oké. Okay, maar goed. Dus met vlakke etappen begint, precies. Moet je ook als klassementrenner natuurlijk super alert zijn. Maar vraagt dat toch een iets andere aanvliegroute als te doen gebruikelijk? Als het niet één centrale periode is waarin alles moet gaan gebeuren, maar eigenlijk 3 weken lang alles moet gaan gebeuren? Nou ja, je moet sowieso de etappe in Bilbao in orde zijn om geen tijd te verliezen. En als je dan als klassementrenner een sprintetappe hebt, je moet wel gefocust zijn, maar je kan er wel van uitgaan dat je kan volgen. Maar nu moet je eigenlijk gewoon meteen al paraat zijn om misschien de etappe te vinden, zeg maar. Ja, maar goed. Wat betreft nog even dat parcours, jongens. Bij 2 etappes, ik dacht dat het de 14e en de 17e is, ligt de finish in een afdaling. Ja, en dat doet ons natuurlijk helaas denken aan wat er een paar weken geleden is gebeurd in Zwitserland met Gino Meder. Hoe kijken jullie daarnaar dat de Tour, en dat die parcours was natuurlijk al een tijdje geleden gebouwd, ik realiseer het me. Maar dat we dat nog wel steeds dus doen, dat we nog steeds dit soort finales hebben, dat we nog steeds de finishstreep in zo'n afdaling leggen. Ja, kijk, goed, als je aan het verhaal Meder gaat denken, dan is het een heel treurig verhaal natuurlijk. Die afdalingen, zoals Jouplan is zo eentje naar Morzine, die zitten er al, ik weet niet hoeveel jaar in. Mensen dat is een soort klassieker van de etappes. Dus de Tour-organisatie heeft daar niet zo bij nagedacht van, dat gaan we niet meer doen.
dat die discussie komt nu op gang eigenlijk. Zo van, moeten we dat nog wel doen, afdalingen naar een koel? Hoe sta jij in die discussie? Ik vind het heel lastig als je over de openbare weg en zo door de kools wil koersen. Dan kun je het gevaar niet helemaal wegpoetsen. Je kunt het altijd wel veiliger maken. Dus misschien meer mensen op de kools zetten om bochten te beveiligen. Dus aan te geven waar een gevaarlijke bocht is. Vaak zie je nu eigenlijk in die afdalingen helemaal niemand met seingevers. Dat zou een optie zijn. Maar helemaal het gevaar, ja, als je ziet Pidcock vorig jaar de Galibier afrijden, ja, die zoeken het gevaar op. Dus dat doen ze helemaal zelf. Het is niet een ploegleider die zegt van ga jij nou maar eens even op de limiet die kool afrijden. Dat moet toch een renner zelf aanvoelen. Dus helemaal het gevaar weghalen kun je niet, maar ja, het is altijd goed als er een discussie is over kunnen we het veiliger maken. Dat moet wel gebeuren dan. Ja. En die beveiliging moet ook gewoon gedaan worden door mensen die verstand hebben van wielrennen. En die weten hoe het is om naar beneden te rijden. En denken van oké, dit is inderdaad een gevaarlijke bocht. Dit moeten we even aangeven dat het een gevaarlijke bocht is. Want ze hebben nu bijvoorbeeld de Tour ook van die palen met zo'n sirene en gleut erop. Misschien dat je het wel eens gezien in de koers. Ja, ze zetten zo'n sirene op. Ze zijn ermee begonnen in de Vuelta. Maar daar waren ze eigenlijk zo trots op dat ze dat ding hadden. Dat ze elke etappe ergens neerzetten. Maar ja, soms waren er geen gevaarlijke punten. En dan zetten ze hem ook in een bocht neer. En dan kon je er langs. Dacht je, ja, wat was nou eigenlijk het gevaarlijke punt? Ja. Het probleem daarvan is dat je dat, als je dat 10 keer hebt. En je komt weer een keer het en dat ding staat. Ja, dat zal wel. Ja, ja. En dan is het misschien wel iets gevaarlijks. Dus er moet gewoon echt wel een team zijn. Die verstand heeft van veiligheid in de koers. Die gekoerst hebben. Die weten wat het is om met de fiets te rijden. Die kunnen zeggen van, oké, dit moeten we aangeven. Dat gevaarlijk. Iets voor jou zijn. Ja, dat vind ik een goede vraag, Erik. Ik zou er heel goed in zijn, maar geen zin in. Waarom niet? Ik ga lekker greffen. Ja, ja. Zelf, ja, er is wel wat expertise nodig. Ja, misschien. Nou ja, even, dus dat maar jij maar haatte terug de Tour, hè, Nicky? Nee, dat heb ik nooit gezegd. Nee, nou, ik zat niet erop blij. Mijn favoriete wedstrijd. Ah, oké. Dat is heel wat anders. Maar goed, die afdaling, hè? Ja, die kan je niet. Je hebt het net over 70 beklimmingen. Ja. Er zitten afdalingen bij, ja. Dat, natuurlijk is het, wordt het meer op het risico gereden als het de laatste afdaling is. Maar je hebt het net over de Galibier van Pidcock. Ja. Dat was gewoon midden in een etappe. Ja, dan moet je zo erop kijken. Het begin van de etappe. Als je dan een etappe hebt, als een tijdrit met een afdaling, ja, dan moet je ook zo snel mogelijk naar beneden. Er zijn gewoon heel veel momenten dat je zo snel mogelijk naar beneden moet. En dat is niet altijd aan het eind van de etappe. Nee. En dat geldt ook voor renners die gelost worden. Ja, als jij de eerste kool gelost wordt, die renners rijden het hardst naar beneden, want die moeten terugkomen. Als ze dan niet terugkomen, ja, dan raak je gewoon bij. Ik heb zelf meegemaakt in 1995 met Cassatelli. Dat was ook de eerste kool. Dus we reden eigenlijk rustig de kool op. Dat was 6 Pyreneeën-kools. En de eerste afdaling, de kool rustig op rijden, maar vol naar beneden rijden. Zo ging het. En toen kwam die valpartij met een man of 7. En Cassatelli die kwam helemaal verkeerd terecht. Ja. En dat is dan pure pech natuurlijk. Toen reed trouwens nog wel zonder helm. Dus dat is helemaal bizar natuurlijk. Ja. Maar dat was wel een oorzaak daarvan. Dus dat is wel opgelost dan met de helm. Kun jij nog het gevoel in het peloton beschrijven van toen? Toen met Cassatelli? Daarna? Of? Ja, toen dat drama ontstond. Want dat is ook gewoon een paar weken geleden eigenlijk exact opnieuw gebeurd. Ja, dat is dramatisch. Kijk, in die rit, sommige renners die werden op de hoogte gesteld. Dus die hoorden het al tijdens de etappe. Maar de koers ging gewoon door. Want het was dus eigenlijk wel bekend tijdens de etappe. Dat hoorde jij het ook als na afloop? Ik hoorde het na afloop, ja, op de streep. Ik ken dat interview nog. Ja, Jeroen Wielaert. Dat is wel een bekend. Ja, die begint met het interview. Dat hij binnenkomt. En die begint over het overlijden van Cassatelli. Ik heb het live gezien, ja. Ja. Verdomd. Oh, dat is bizar. Maar daarna, die dag daarna, dat is zo'n grafstemming. Toen hebben we ook de rit, en dat was een Pyreneeënrit, geneutraliseerd. Ja, Nou, dat was echt een kriem. Ook met de gedachte dat wat er gebeurd is. Maar ook met, dan moet je daar rustig over die kools rijden. Dat was echt verschrikkelijk. Maar ja, een dag later ging die koers gewoon weer verder. En dan ben je er toch weer helemaal in. Mm-hmm. Armstrong wint dan nog een rit voor Cassatelli. Maar het is volop koers daarna weer. En alle gevaren van dien weer opzoekende, gaat het gewoon weer door.
Laten we hopen, Nicky, wat jij net zegt, dat dit weer helaas aanleiding is voor mensen om toch de koppen nog eens goed bij elkaar te steken. Met dus de expertise van mensen uit de koers. Maar om het toch zoveel mogelijk te doen om het te voorkomen. Maar de ploegen hebben ook wel nu een team samengesteld die in de toekomst meer naar de veiligheid van de koers gaat. En dat was toevallig bekend gemaakt vlak na de Ronde van Zwitserland. Maar daar waren die ploegen al mee bezig. Mm. Dus dat is volgens mij het Chiroc of zo. Ja, het is wel een onderwerp wat nu wel aangezwengeld wordt. En zeker in de komende tour gaan we dat zien. Hoewel het dadelijk allemaal wel begint met feestelijkheden. Want dat hoort nou helemaal bij een Grand Départ. Wat voor gekte kwam er bij jullie op jullie af als je je opmaakte voor een Grand Départ? Wat herinner je? Van de plek af, maar... ik heb hier ook gestart. En, Rotterdam 2010? Ja, dat was super tof natuurlijk. Want toen was ik net Nederlands kampioen geworden. Ja. Dus ja, dat was helemaal geweldig. En zelfs de proloog, het was volle bak regen. Maar het stond rijen dik, de hele proloog. Dus dat is wel speciaal. Op sommige plekken is het minder. Ja. Gekke werk, maar ik denk dat in het Baskenland... Ja, meestal ben je blij als de circus vertrokken is. De dagen ervoor zijn eigenlijk het vervelendst voor een renner. Waarom is het vervelend? Is het, is wachten, een beetje geleefd worden? Wachten, allemaal plichtplegingen, voorstelling. Zit je allemaal niet op te wachten. Je wil eigenlijk van start. Maar de plek waar het is, in eigen land, de toerstart is wel fenomenaal. Ja. Ik heb zelf dan Den Bosch meegemaakt. 96? Ja, dus dat maakt het heel speciaal. Maar goed, voor mij was wel, als ik maar vertrokken was, dan kwam je in dat ritme en dan... Ja, maar de renners die komen al dinsdag, woensdag aan. En dan zit je bij daar en eentje sponsort dit, persconferentie, dat. Ja, als wielrennen wil je alleen maar fietsen en op bed liggen. Dus dan is dat super irritant. Natuurlijk is het super mooi als je helemaal op het podium staat voor het grote publiek. Maar daar gaat ook alweer een paar uren aan vooraf. Je moet in die bus, je moet er naartoe. En een Franse presentatie met alleen maar de renners en de organisatie. En dan gaan ze vertellen hoe groot de tour is en hoe mooi de tour is. En dan zit je daar een beetje aan. Fietsen. Ja. Dus voordat je op dat podium staat, komt er heel veel bij kijken. Ja. Maar wat je zegt, dus dan ben je blij als je helemaal kan koersen. Precies, nou, dat is dus vanaf komende zaterdag. Praten zo meteen met Nicky en met Erik uitgebreid verder over wie dan toch uiteindelijk de grootste favoriet is voor die Tour de France van 2023. Hier bij Cyclo hebben we ook de zogenaamde Cyclo Originals. Dat zijn mooie documenten, reportages over Nederlandse wielerlegendes. Want die vinden we bij Cyclo, die moeten we eren. Die moeten we een legacy geven die we eigenlijk voor altijd daarmee in ons hart kunnen sluiten. Op dit platform staan een tal van documentaires, waaronder van de man die hier aan tafel zit en niet zo lang geleden zijn laatste rondjes reed als professioneel wielrenner, Nicky Terpstra. Ja, en die vonden het zo fantastisch dat ze dol bleven rijden eigenlijk. En je zag ze stralen en Zoe is nog een keer onderuit gegaan. Maar binnen 10 seconden stond ze weer op, want ze wilden nog een rondje rijden. Dus die vonden het helemaal fantastisch. En nu ook na de zesdaagse, sinds die rijden ze weer op de baan. Omdat ze het zo tof vonden tijdens de zesdaagse. Dus je kan wel zien dat ze daar genoten hebben. En ik vond het ook wel eens cool om te zien. Hoe oud zijn ze? 10 en? 10 en 13. Ja. En de liefde voor de fiets? Ja, Luca die had een paar jaar terug gefietst, die was ermee gestopt. Maar toen na de zesdaagse wilden ze eigenlijk allebei op de baan gaan fietsen. Dus dat hebben ze nu een paar keer gedaan. Het is nu zomerseizoen, maar volgend winter willen ze dat weer gaan doen. Dus ik ben benieuwd. Grappig, dus, hè? De zesdaagse heeft wel wat aangesteld. Ja, dat was dus jouw laatste kunstje als baan, of als renner. Ja. Ook op de baan dus, daar zagen we je in Rotterdam. Nou, mooi trouwens dat je net ook Rotterdam trouwens noemt als het gaat om de toerstart van 2010. Zo heeft die stad dan toch blijkbaar in jouw carrière nog wel een betekenis. Ja. Door mannen over de Tour. Wat voor strijd gaat het zijn, Erik, tussen Vingegaard en Pogacar?
Ja, goed. Je kijkt altijd een jaar terug. En dat was natuurlijk een heerlijke strijd. Maar vertaal eens naar nu. Een verrassende wending. Want ja. Pogacar was de gedoodverfde favoriet. En Vingegaard wist het zo te spelen om toch te winnen. Dit jaar, ja. Pogacar heeft zijn pols gebroken. Een beetje een rare voorbereiding gehad. Dus we weten niet precies hoe hij ervoor staat. Vingegaard is heel goed. Dauphiné gedomineerd. Dus die twee zijn wel de favorieten. Dat ligt dicht bij elkaar. Dat kan alle kanten op. Ja, maar over Pogacar is het natuurlijk nu wel een deken van... we weten het niet. We weten niet hoe goed hij nou eigenlijk nu is. Nee. Heb jij een idee? Ja. Nee, maar... Of heeft niemand een idee? Ik heb eigenlijk wel... ik vervolg vorig jaar dat hij eigenlijk in de koers niet goed begeleid werd in de eerste week. Overal, elke etappe zat hij op te jagen en met krachten te smijten wat onnodig was. En ook zijn ploeg opbranden wat onnodig was. En je zag gewoon dat hij daar de prijs voor betaalde. Ja. En ik denk dat hij daar wel van geleerd heeft. En ook in de voorbereiding van dit seizoen. Hij heeft heel veel energie in die klassiekers gestoken. En toen is hij leuk gevallen. Misschien heeft hij daardoor wel juist een goede voorbereiding gehad. Want hij is op hoogtestage gegaan. Hij heeft niet te veel gekoerst. Onder de radar. Gedwongen rust. Precies, dus als zijn hand oké is, verwacht ik eigenlijk dat het uiteindelijk wel een goede voorbereiding is geweest. Okay. Hij gebruikt het nu ook een beetje om zijn favoriete rol weg te en bij Vingegaard de druk te leggen. Dat geeft hij ook wel eens maar aan. En hij gaat meer ontspannen. Volgens mij is hij nooit zo gespannen voor een wedstrijd. Tenminste, nee, als je hem zo ziet. Is de coole kikker? Ja. Hij ziet er ontspannen uit altijd. Ja. Dus, ja. Ja, maar dat kan ook natuurlijk een beetje een masker zijn. Klopt, maar ja. Ik zit niet zo druk. Ja, dat is ook niet zo moeilijk als je zoveel wint. Hoef je niet zo druk te maken. Is het eigenlijk de beste wielrenner ter wereld? Op dit moment denk ik wel. Meestal round zeker. Ja. Hij kan de ronde winnen, hij kan de klassiekers winnen. Als je Ronde van Vlaanderen, nou ja, hier zit de winnaar van Ronde van Vlaanderen. Dat is heel wat anders dan de Ronde van Frankrijk. Kan ik je wel. Ik had er niks te zoeken in de Ronde van Vlaanderen. Ik kon redelijk mee in de Tour. Dus, maar hij kan alles. Ja. Waarin verschillen ze eigenlijk, Vingegaard en Pogacar? Is dat makkelijk aan te geven? Het zullen de twee oogappels zijn die we deze Tour gaan volgen? Ja, het zijn natuurlijk ook andere persoonlijkheden, volgens mij. Maar Pogacar is heel vrij en valt aan. En koerst altijd eigenlijk. En Vingegaard is gewoon rustig. Die is alleen maar gefocust op bepaalde doelen. En je ziet Pogacar, die zegt, ik vind de Ronde van Vlaanderen leuk. Dat ga ik doen. En dan gaat hij zich op richten. En hij doet allemaal dingen wat hij leuk vindt. Dus hij is daarin een stukje vrijer, denk ik. Hmm. Ja. En wat we zeggen, hij maakt zich niet zo druk. Dus ook doet die koers ook wel. En ook ga hier aanvallen, want ik voel me goed. Ja. En ik denk dat het bij Vingegaard meer berekend is. Meer terugvallen op zijn ploeg ook, hè? Vingegaard. Dat kan hij ook. Maar ja, zijn ploeg is natuurlijk ook eigenlijk zo, hè. Die is ook die plannen alles hartstikke goed. En dat hebben ze vorig jaar ook super gedaan. Maar hebben ze de best denkbare ploeg nu samengesteld bij Jumbo-Visma om met Vingegaard te prolongeren? Roglic zouden ze nog bij kunnen zetten, hebben ze hun beste ploeg. Maar voor de rest... Maar of juist niet, Erik. Nu heb je echt één kopman. Roglic wint vorig jaar wel die bergrit samen met Vingegaard. Die aanvallen op Pogacar was wel de doodsteek voor Pogacar, die rit. Ja. Dat hij niet heel handig aanpakte met zijn ploeg. Maar goed, als het een eenheid is, dan moet je je beste renners op. Maar ze hebben nu ook een hele sterke ploeg gewoon. Ik weet niet of Van Aert net zo goed is dit jaar als verleden jaar. Hij oogt anders. Het is moeilijk, want vorig jaar was zo goed. Nee, dat kan hij niet, niet meer bereiken, volgens mij. Hij gaat wel goed genoeg zijn, gewoon. Ja, dus, voor ritten te winnen. En het is niet zeker of hij hem uitrijdt, hè, de Tour, Van Aert. Ik weet niet of we het meegekregen hebben. Maar zijn vrouw staat op springen. Ja. En dan Van Aert heeft gezegd, dan ga ik naar huis. Ja, maar misschien dat hij daarvoor al een beslissende move heeft gemaakt. Ik bedoel, hij is al sneller. Van Aert is zo goed, die laat je niet thuis. Nee. Dus, maar sowieso, de hele ploeg is hartstikke goed. Hè. En, dit jaar hebben ze natuurlijk ook Kelderman erbij. Ja. Daar kunnen ze straks echt op rekenen in de bergen. Ja, Kelderman en dus Van Baarle. Dat zijn uiteindelijk de twee Nederlanders bij Jumbo-Visma. Wat natuurlijk van origine nog wel een Nederlandse ploeg is. Ja. Er zijn wat verhalen dat het misschien Arabisch wordt. Maar goed, laten we daar nog even van wegblijven.
Dat de Nederlandse ploeg maar 2 Nederlanders binnen de gelederen heeft, is dat ergens niet wat jammer? Nou, vorig jaar hadden ze alleen Kruiswijk mee. Dus dat, ja, dat, nou, dat is nog erger. Nu is het nog beter. 50% beter. Ja. Daar kijken ze niet naar. Dat is een keuze. Ik weet wel, bij Rabobank heb ik natuurlijk lang ploegleider geweest. Daar kon je er niet mee aankomen. Dan moest je toch wel meer dan de helft Nederlanders meenemen. Dat was een beetje filosofie. Echt het Nederlandse wielrennen. Ook in de opleidingsploegen alleen maar Nederlanders. Dat is een heel andere visie nu. Ze kijken niet meer naar nationaliteit. Dus ja, is dat jammer? Voor het Nederlandse wielrennen is dat wel jammer. Want ja, dan hebben ze toch minder mensen een kans. En dat zie je ook in de opleidingsploeg, hebben ze ook buitenlanders. Als je dat alleen maar Nederlands doet, heb je veel meer een Nederlandse aanpak. Ja, ze hebben wel een kans. Alleen de groep die ze nu hebben opgesteld, is in hun ogen gewoon beter natuurlijk. Ja. Dus, ja, dan moet je maar tussen fietsen dan. Ja. En wat is dan belangrijker? Of de beste ploeg opstellen of meer Nederlanders opstellen? Ja. Nee, zo kijken ze daarna. Ja. We hebben trouwens 1 Nederlander nog niet zo besproken. Voor mij is het naam wel net even gevallen, maar we moeten hem, omdat hij toch ook wel weer de Tour gaat rijden, even bespreken in deze eerste uitzending van het Wielercafé. Mathieu van der Poel, wat verwachten jullie van hem? Ik verwacht de eerste weekend al veel van hem te zien. En wat bedoel je met veel? Nou ja, we hadden het net al over de eerste etappe. Kan hij over die klimmetjes heen komen met de meest explosieve klimmers, ja. Dan gaat hij natuurlijk sprinten voor de overwinning. En is het niet de eerste etappe, dan is het wel de tweede etappe. Ja, hij gaat natuurlijk gebrand zijn om een goede Tour te doen. Want vorig jaar was het natuurlijk echt zijn slechtste wedstrijd die we ooit hebben zien rijden. Ja. En dan kwam hij uit de Giro waar hij super was, maar dat was gewoon te veel. En nu staat hij gewoon, volgens mij is hij super in orde. Nou, hij vond zijn eigen NK niet zo in orde. Ja. Zei hij zelf. Het was wel heel erg warm. De hitte, daar heeft hij toch altijd nog wel eens probleempjes mee. En dan moet hij het helemaal alleen doen tegen een jumbo sterk blok. Dan heeft hij af en toe demoreert iets te veel weer. Dan is hij hoeft niet elke dag goed te zijn. Hè? Nee. Hij kan zijn rit uitzoeken. Dus we zien dat hij een mindere dag heeft. Die gaan we zeker zien. Ja, rit winnen in de Tour is niet zo simpel. Nee. En ook voor Van der Poel niet. Dus, Want je hoort heel veel rittenkapers. Nou, volgens mij zijn er 100 rittenkapers. Ja. Maar zoveel etappen zijn er niet te winnen. Dat hoor ik al over deze Tour. Rittenkapers. Ja, de meeste van die rittenkapers hebben nog nooit een rit gewonnen. Dus. Nee, precies. Over rittenkapers gesproken dan tot slot nog even. We zitten kort voor de start van de Tour. Er zijn misschien nu ook nog wel wat kijkers die zeggen, ja, ik moet mijn tourpool nog hier en daar invullen. Kunnen jullie nog iemand aanwijzen binnen het peloton dat je denkt, nou, die zou ik toch nog maar even selecteren. Die gaat je misschien nog wat puntjes opleveren. Nicky, je kan jezelf niet meer selecteren, dus wie zou je dan selecteren? Ja, dat is jouw joop. ik hoop dat Alaphilippe weer op niveau is. Over rittenkapers gesproken. In de poeltjes niet duur, omdat hij vorig jaar niet goed reed en moeizame start heeft dit jaar. Ik vind het gewoon een hele toffe renner en ik hoop dat hij weer op niveau is. Okay. En dan zijn die etappes in het Baskenland ideaal voor hem. En ik kijk een beetje uit naar Bernal. Die heeft natuurlijk is van ver moeten terugkomen en die gaat nu voor het eerst de Tour rijden. Ik denk niet dat hij het niveau haalt van Vingegaard, Pogacar, maar ik ben benieuwd hoe die het... Ineos is niet het grote Ineos als dat we wel van de afgelopen jaren... Ze hebben niet één grote favoriet voor de eindzege, maar ze hebben wel heel veel goede renners. Met Pidcock en Bernal en Martinez, nee, die zit daar niet lang. Carapaz zit bij IS. Maar goed, het zijn allemaal toppers, maar niet één... absolute kopman. En ik hoop Bernal dat hij het wel weer een beetje kan aanmaken. Die zou jij toch wel in je toepoegje even maar toevoegen? Alleen omdat ik het leuk vind al. We zitten trouwens in een café. Jij zei, Nicky, heel stoer net van, nou, ik neem maar een paar van die hapjes. Maar ik vind je nog erg karig bezig. En dit bier is er verder. Die bier is gewoon koud. Ik moet nog rijden. Er is niks mis met dat biertje. Gaan we dat inschenken, hè? Gaan wij nog eventjes naar wat anders kijken, jongens. De wielersport kent namelijk ook heel veel wielerfotografen. Cor Vos is bijvoorbeeld zo iemand. 75 lentes jong en hij is nog steeds actief. En omdat hij dat werk al zo ontzettend lang doet, is hij natuurlijk een vat vol verhalen. En iedere week in dit wielercafé gaat hij vertellen over een eigen foto. Ik was vroeger de man van de gore moppen. Ik had genoeg aan één steekpoortje en daar ging ik weer. Die leuke verhaaltjes kunnen nu helaas niet meer. Je zou er als seksist
of sterker nog als racist voor aangeklaagd kunnen worden. In de tijd dat Erik Breuking zijn wedstrijden reed, durfde ik echt niet hem lastig te vallen met zo'n vies verhaaltje. Daar vond ik hem veel te netjes voor. De foto waar u nu naar kijkt is gemaakt tijdens de beklimming van de Passo di Gavia in de Giro d'Italia van 1988. Het was koud en nat die dag. Dat kunt u wel zien. Andy Hamsten won in Venus Plans Borneo en de Breuk die werd netjes tweede. Is dat niet waar, Erik? Nee, ik won in Borneo en Hamsten werd netjes tweede. Ah. Maar Hamsten won de Giro. Maar ah, goed, een goed verhaal moet je niet factchecken. Nee, goed. En deze foto was een mooie foto. Goh. Huh? Ja. Bizarre foto's, ja. Ja. Nou. Waar denk je aan terug als je die foto zo ziet? Als je aan dat moment denkt, koers in de sneeuw. Het wordt wel heel vaak naar boven gehaald. Ik weet het. Maar ja, als jij hier nu aan het op bent en we hebben een fotorubriek, dan laten we wel even zien. Ja. Maar ja, goed. Maar wat voor kleding hadden jullie toen? Ja. Was dat er gewoon niet? Of? Het was, ik had wel thermo-armstukken. Dat had ik dan nog wel. En die had ik ook aangelaten, want Van der Velde trok onderaan de kool alles uit. Ja, armstukken uit, jackie uit en die ging naar boven. Maar die was bevangen door de kou boven, dus die kon niet meer verder. Maar ik wou een regenjackie wel aantrekken, zo bijna bij de top. Maar ik kreeg dat niet aan, mijn handen zo koud. Maar ik kon nog wel functioneren. Ik had geluk die dag ik er redelijk tegen kon. En dat ik nog wel gewoon kon trappen en kon sturen. Maar er zijn er een hoop. Hoe stuur je met bevroren handen? Goed. Je doet zo goed als je kan. Het is een soort overlevingstocht werd dat in die afdaling. Ja. En ik kreeg het weer warm toen het begon te regenen. De sneeuw weg was. Maar ik reed ook voor het klassement en voor de rit. Dan ben je met je mindset ben je ook wel erg ergens anders mee bezig. Als je op 10 minuten zit, dan zit je met de kou en dan stop je bezig. Gewoon rustig. En, zie je de mechanieken laat je dan gewoon je ritsje dicht doen en je handschoenen aan doen. Want dat kan gewoon. Je hebt zo'n rit. Je hebt geen gevoel in je handen. Dan zit je met de ritsje te kloten. Ja. En ik heb vaak genoeg aan. Dan deed de mechanieken gewoon mijn handschoenen aan en dan weer verder. Ja. Ja. Maar ja, dan zit je niet in het klassement. Dan zit je in het klassement te vechten, nee. Kon je dat wat tegen het fietsen in de kou? Ja. Geen goed in. Geen probleem. Ja, ik hou er toen met Roubaix was het niet ook van, niet maar, zo koud. Nee. Maar ik heb ook wel goede prestaties geleverd in slecht weer. Maar okay, ik ben nooit fan geweest van slecht weer. Nee. Nou, Erik, die foto kleeft nou eenmaal voor altijd aan je. Ja, sorry. Ja. Ik maak er ook gebruik van. Kijk eens aan. Ik wil nog één ding even. Nee, twee dingen wil ik even als het gaat om de aanstaande tour met jullie bespreken. Om te beginnen, de truitjes. Er zijn, even kijken, 9 ploegen die met een alternatief truitje gaan koersen de komende 3 weken. Dus niet met het traditionele tricot, maar hier en daar wat aangepast. Waarvoor zullen ze dat doen? Wat is daar? Nou, het grootste voorbeeld is natuurlijk met ons, hè? Ja, yeah. Jullie reden in geel en dat moet roze worden. Ja, dat is een beetje op aanvraag van de Tour. Want onze was echt geel en dat leek zoveel op de gele trui dat ze liever hadden we een andere kleur. En toen gingen we in het roze rijden. Vond ik nog eigenlijk wel mooier als dat geel. Dat vond ik toen echt tof. Nu, wat ze nu, ik weet, Lidl, dat is dan van Trek, een nieuwe sponsor. Ja, dan krijg je ook een nieuw shirt. Ja, heb je dat trouwens gezien? Die hadden ik vind het best wel een beetje mapai-achtig. Ik vind het wel tof. Nee, maar die foto, Nicky, daar staan ze dus bij zo'n perspresentatie allemaal voor bakken vol met fruit en zo. En ja, maar dat is... Hoe ongelukkig voel je je dan als wielrenner? Quickstep hebben wij ook Lidl als sponsor gehad. Dus dan krijg je vaak inderdaad die groente en fruit dingen. Het hoort erbij. Het is allemaal marketing en dit is dan echt een nieuw shirtje waar ze ook in gaan koersen waarschijnlijk. Maar je hebt heel veel ploegen die doen alleen voor de Tour een andere trui. UnoX is bijvoorbeeld ook geel, dus die hebben dat die kleur omgedraaid van rood met geel in plaats van geel met rood. Wel een verbetering, was echt een lelijk shirt was dat. Maar het is vooral marketing natuurlijk. Iets speciaals doen voor de Tour om op te vallen. Ja, precies. En bij Jumbo-Visma hebben ze het ook wat gedaan vanwege de Efteling. En daardoor is er ook een... En ook minder geel. Kwinkslag. Ja. Oké. Goed. Het is even een zijstap. Ja, ik had een Milram. Toen hadden ze dat... Milram was een Duitse sponsor. En toen hadden ze voor de Ronde van Duitsland een koeienpakje gemaakt. De meeste hebben het wel gezien, wit met blauwe vlekken. Ja, dat herinnert me. En dat was voor 1 keer, voor de Ronde van Duitsland. Ja. En die sponsor die kreeg zoveel media-aandacht. Die zei, ik wil het hele seizoen wil ik in dat shirt. Het zei, nee, want
dan is het niet speciaal meer. Krijg je die aandacht niet meer. Jawel, ik wil ik wel. Nou, ik heb 2 jaar lang in een koeienshirt. Ja, we zien het nog even op de foto. Ja, ja, het is een, ik was zo snel mogelijk kampioen geworden dat ik in het rood en blauw rijd. Voel je je al erg verloren eigenlijk in zo'n shirt? Oh, nee hoor. Nee, maar het was niet mijn favoriete uitzicht. Qua kleuren ik vind het een mooie blauw, maar ja, die vlekken. Nou ja, goed. Wie pakt het eerste geel, Erik? Het eerste geel gaat naar Van der Poel. Kijk. Ja, vertrouwen. Ja. Ja, dat moet dan in Bilbao gebeuren. Althans, daar is de start. Nicky? Ik ga voor Germay. Oh. Ja, kan ook natuurlijk. Als je dat klimmetje over kan komen, die laatste klim, dan... hij springt er zo hard in de Dauphiné. Ja. Zou wel speciaal zijn. Zou zeker speciaal zijn. Nou, zo heb je 2 tips te pakken voor wie mogelijk dus de eerste gele trui pakt. Heb je nou zelf ook een idee? Mail dat dan even naar redactie@cyclo.cc. En dan weten we komende maandag, als er weer een volgende uitzending is van het Wielercafé, wie de winnaar is. En voor die winnaar hebben we dan ook dit Cyclo truitje. Dus dat kun je winnen. Moet je natuurlijk wel goed voorspellen wie de eerste gele trui pak in de Tour de France. We zijn er doorheen. Ik vond het ontzettend leuk. We gaan nu even aan de salami, gehaktballen, kaas, olijven en wraps met zalm. Het biertje drinken we op. Jullie zijn bij deze uitgenodigd om binnenkort, want we gaan het iedere maandag dus doen. Gaan we lekker een half uur praten over wielrennen om nog eens terug te komen. Nicky Terpstra en Erik Breukink, wel bedankt en een fijne tour. Als gezegd, komende maandag zijn we er dus weer hier op het platform van Cyclo met het Cyclo Wielencafé. Graag tot dan. Dag. Cyclo Wielercafé werd mede mogelijk gemaakt door Sani Direct en Speed on Wheels.